De ouders van het vermoorde meisje Millie Boele uit Dordrecht willen dat de rechter het vonnis tegen verdachte Sander V. uitstelt. Dat zegt de advocaat van de ouders, Frank van Ardenne. Aanleiding is het nieuws dat het Nederlands Forensisch Instituut het ecstasygebruik van Sander V. niet heeft onderzocht. Dat heeft de Telegraaf achterhaald. Dat heeft men niet gedaan omdat men zegt na 3 dagen is dat niet meer mogelijk. Maar dan heb je het over een bloedtest en na nu blijkt kan je via een haartest dat nog in lengte der dagen, dan kan je dat nog nagaan. Met voordrachten, optredens en zelfs een heus schaaktoernooi wordt deze week in Dordrecht de 25e sterfdag van dichter Cees Budding herdacht. Vrijdagavond wordt bijvoorbeeld bekend wat zijn populairste gedicht is. Daarvoor loopt nu een verkiezing in Dordrecht. Ook op Radio Rijnmond is aanstaande woensdag volop aandacht voor het werk van de bekende Dordtse dichter, met onder meer een live uitzending vanuit Dordrecht. De gemeente Rotterdam wil in de wijk Hillesluis betaald parkeren gaan invoeren. Daarmee moet de parkeerdruk in de wijk tijdens de wedstrijden van Feyenoord afnemen. Betaald parkeren is volgens de gemeente goedkoper dan het telkens afsluiten van de wijk tijdens voetbalwedstrijden.